Alright. Nou, dan gaan we nu eens kijken wat er moet gebeuren als de dobbelsteen gedobbeld heeft. En we een waarde hebben. Wat moet er dan allemaal gebeuren? Ja, dus ik. De game mode die gaat kijken. Wat is de situatie met deze speler? Heeft die al. Heeft die al dingetjes op het bord? Als dat zo is, ja, dan maakt het niet uit wat er gegooid is, want dan mag hij gewoon pionnen zetten. Heeft hij nog niks op het bord? Ja, dan moeten we even gaan kijken. Is er een 6 gegooid? Dan mag hij iemand op het bord zetten. Is er dan geen 6 gegooid? Ja, dan mag hij niks. Is zijn beurt voorbij. Dat is de set aan regels. Goed. Hey, kan zijn dat dit een iets langere video wordt. Want nou, ik vind het wel belangrijk dat we dit als geheel even afronden. Dus ik ga eigenlijk gewoon nu door tot die check-throw functie af is. Oké. There we go. Dat is onze demo. Goed. Dus we gaan naar de game mode. Oh, hij loopt nog. Naar de game mode. En dan gaan we een nieuwe functie maken. Een nieuwe functie en die heet check throw. We gaan kijken wat er gegooid is. En op basis daarvan gaan we iets doen. Oké. Okay. Ik zit even te denken. Mijn afweging is, moet ik in de game mode een tijdelijke functie aanmaken? Een tijdelijke variabele voor de waarde van die dobbelsteen. Ik denk het niet eigenlijk, want het is netter als we dat gewoon lekker bij de bij de dobbelsteen laten. Ja. Ja, dat laten we lekker met de dobbelsteen. Oké, goed. Ja, dit is meteen wel eventjes een beetje een complexe. Kijk, we moeten weten of de speler die aan de beurt is al pionnen op het bord heeft staan. En om daar achter te komen, want dat bepaalt natuurlijk wat we kunnen en niet kunnen doen. Om daar achter te komen kunnen we twee dingen doen. Ja, we kunnen twee dingen doen. De omweg, en dus de weg die we niet gaan kiezen, is alle pionnen van die speler op positie controleren. Dus zitten ze al op de track of niet? Dat is redelijk omslachtig, is ook veel rekenwerk. Het makkelijkste wat we zouden kunnen doen is een variabele aanmaken voor iedere speler waarin we wat statistieken bijhouden van die speler zelf. Ja. Namelijk, hoeveel pionnen heeft hij op het bord, hoeveel pionnen heeft hij in het huis. Dat zijn allemaal gegevens die ook in de verloop van het spel natuurlijk wel handig zijn. Dan hebben we dus te maken met een stukje architectuur daar. Waar willen we dat nou in opslaan? Kijk, idealiter in een multiplayer game heb je dan een player state voor iedere speler. En net zoals we nu de game state hebben voor het hele spel, heeft dan iedere speler een eigen game state. Maar we hebben geen echte multiplayer. We hebben eigenlijk één player controller. Hè? En dus ook maar één player state. Willen we dat veranderen, dan moeten we 4 player controllers aanmaken. Gaan assignen enzovoort. Is voor nu wat complex, hè? Want het is al behoorlijk veel. Dus daar gaan we niks aan veranderen. Dus we halen een foefje uit. Een foefje. Namelijk dat we in de game state maken we 4 variabelen. 4 statistiek variabelen. Voor iedere kleur eentje. Ja, en dat kunnen we verantwoorden, hè, want dat hoort bij het spel. Het spel heeft vast 4 kleuren.
En ieder van die kleuren kan een aantal waardes hebben. Dus dat is op zich zeker ook verdedigbaar, want het is ook geen echte multiplayer in dat geval. Oké, voor nu is eigenlijk alleen belangrijk hoeveel heeft hij op het bord. Ja. Dus, goed, in de loop van het spel zullen we zien dat er nog wat meer statistieken bij komen. Maar nu gaan we dus voor iedere speler een statistiek variabele aanmaken in de game state. Met één waarde, namelijk hoeveel spelers hij op het bord heeft. En je voelt me al aankomen, hè? Dat wordt waarschijnlijk weer zo'n map met een key. Namelijk hoeveel heeft hij er op het bord. En een value, en dat zal een integer worden. Goed, dus daar gaan we even mee beginnen in de game state. Ik ga een nieuwe variabele aanmaken en die noem ik dan bijvoorbeeld yellow stats, de statistieken van yellow. Daar maak ik in eerste instantie een string variabele van, maar, en dat hebben we net ook gezien, hè, we maken daar ook een map van met een integer. Oké. Yellow stats, nou, die krijgt nu één waarde en die is hoeveel heb je er op het bord? On board. Standaard is dat 0. Oké. Dan zit ik heel even te denken. Ja, nee, ik maak die andere ook meteen gewoon aan. Dus ik duplicate hem. En die noem ik dan green stats. Die duplicate ik. En die noem ik blue stats. En dan maak ik er eentje. En die heet dan red stats. Oké, compile. Oké. Die heeft nog geen... Ja, natuurlijk. Wat is hier nou misgegaan? Redstad heeft geen waarde. Dat is gek. Nou. Ik had die toch geduplicate gewoon. Gek hoor. Nou. Yellowstad, onboard. Ja. Greenstad, bluestad, redstad. Oké. Goed. Voor nu komen we daarmee uit. Ja. Goed. Dus die kunnen we gaan opvragen. Hoe kunnen we dat gaan doen? Nou, we kunnen gaan opvragen welke speler de beurt heeft. Dan weten we dus ook welke statistieken dat we hebben moeten. Okidoki. Goed. Opvragen welke speler aan de beurt is, dat hebben we al eens eerder gezien, hè. Dan gaan we weer met het rijtje. Get. Game state. Kijken we nou. Oh, cast to game state. Hey. Get game state. Waarom deed hij dat niet meteen? Raar. Alright. As the game state gaan we get the turn doen. Oh. Tenner, nee, turn. Huh? Even kijken, hoe heet die nou? Turn, ja. Wat doet die nou gek? Campagne misschien? Turn. Huh? Wat gebeurt hier nou? Oh, ja. Ik moet niet die hebben. Ik moet onze game state hebben. Die cast toe. Mensen erger in dit game state. Jee. Oké. Okay. Turn. Get turn. Wie heeft de beurt? Je raadt misschien al, hè. Ik heb 4 mogelijkheden. Dus we krijgen weer zo'n switch gevalletje. Switch on string. Afhankelijk van welke waarde ga ik iets anders opvragen. Ja. Hey, even een momentje van nadenken. Kijk, zometeen, ja, die kan ik wel alvast afmaken. Want we krijgen dus yellow. We krijgen green. We krijgen blue. Blue. Oh, blue, blue. En red. Oké. Goed, even nadenken.
We krijgen dus hier, krijgen we, dan gaan we ophalen. Oh. Hier gaan we ophalen. Yellow Stads. Yellow Stads. En dan gaan we daarmee verder. Hier krijgen we er eentje. Green Stads. Blue Stads. Red Stads. En als we dat zo doordoen. Dan. Oh, oh ja. Sukkel. Ja, die gaat natuurlijk niet. Die blijft in beeld staan. Krijg ik hier een ding. Ga ik bij Yellow Stads opvragen dit. Ga ik bij die stads opvragen dat. Ga ik bij die stads opvragen dat. Bij die stads dat. Dus krijg ik hier eigenlijk een vrij grote vertakking. Omdat ik dat op basis van die aparte stadjes moet doen. Snap je? Dus dan gaat mijn code eigenlijk heel erg uit elkaar. Terwijl ik eigenlijk 4 keer hetzelfde aan het doen ben. Dat wil ik eigenlijk niet. Dat vind ik onhandig. Dus wat ik ga doen, ik ga die waardes van die stads, die wil ik eigenlijk gewoon, maakt niet uit welke dat het is, ik prop ze gewoon in één eigen stads dingetje. Want dan kan ik binnen deze functie daarmee werken. Dat maakt verder niet uit, hè, want ik bedoel, ik hoef toch alleen maar van die waardes op te vragen. En dat maakt niet uit dat dan niet meer die originele is. Dus ja, wat ik ga doen is, afhankelijk van welke dit wordt, ik ga hem opvragen. Maar ik ga hem ook meteen dan, wacht, die even weg. Maakt niet uit welke van die 4 het is. Dus ze komen allemaal terug op in 1 stadsvariabele. En daar ga ik mee werken. Snap je? Dus ik ga eigenlijk, hier ga ik divergeren, maar ik ga direct weer convergeren. Dit is wat ik ga doen. In plaats van dat ik heel erg ver uit elkaar ga. Ik hoop dat dat een beetje te volgen is. Goed, dat betekent dus dat ik een nieuwe variabele in deze game mode moet aanmaken. Dus dit is een variabele die is eigenlijk alleen voor hier bedoeld. En die noem ik eventjes temp stats. Dus temp, tijdelijke statistieken. Ik maak daar eenzelfde variabele van. Dus dat wordt ook een string. Een map met integer. Zo. Oké. Maar die is verder leeg. Default. En die vul ik gewoon met wat hier uitkomt. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus. Even kijken. Ik moet even nadenken hoor. Ik moet dat weer gaan ophalen bij de game state. Ja, dus as the game state moet ik hier ook weer iets gaan doen, namelijk variabelen gaan aanmaken. Even kijken, dat betekent dat mijn sliertjes redelijk spaghetti worden, dus ik moet alvast een beetje nadenken over hoe ik dat ga organiseren. Oké, dus als de game state ga ik nou in dit geval de yellow stads ophalen. Ja. Ik ga alvast even hier wat orde aanbrengen. Dat ben ik. Zetten we even hier naar boven. Ja. Oké. En die yellow stads, die zet ik. Wacht, ik doe een beetje zo. Daarmee ga ik van hieruit set temp stads op. Ja, dus ik ga, als het geel is, dan ga ik die tijdelijke stads vullen. Waarmee? Nou, met de yellow stads. Hoppakee. Hoppakee. Ja. Nou, dan krijgen we hier ook weer een vertakkingje. Want als het groen is, moet ik natuurlijk de green stads hebben. En als het groen is, moet ik de tempstads vullen met de greenstads. Ah, dit wordt echt vies. Maar dat is even niet anders. Ja. Oké, ik krijg er hier weer eentje uit. Ja, je snapt het al. Ik haal dat nou hè, voor blue stads. En vanuit blue gaan we set tempstads doen. Pomp. Die vullen we met de blue stads. En dan nog een laatste keer. Red stads. En als het rood is, set temp stads.
En die vullen we met de red stats. Ja. Dus nu afhankelijk van wat het ook wordt, wie de beurt ook heeft, die statistieken, die zitten nu in ieder geval goed. Dus die temp stats, die is steeds gevuld met de juiste statistieken. Die van geel, die van groen, die van blauw, die van rood. Afhankelijk van wat het ook wordt. Alright. Wat waren we nou eigenlijk aan het doen? We moesten die statistieken hebben, omdat, even kijken, we wilden weten of ze al pionnen op het bord hadden. Ja, 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 ja. Daar ging dat om, hè. Goed, dus dan gaan we zo meteen weer naar beneden. En dan zeggen we die tempstats, die vragen we op. Get tempstats. En wat moeten we hebben? We find, zeggen we dan. Wat willen we finden? Hoeveel dat hij er on board heeft. Ja, hoeveel heb je er op het bord? Dat is wat we dadelijk willen weten. Want er komt een branch aan, hè. If. Oh. Oh nee, gewoon een if. Ja, if. Oh wacht, moeten we natuurlijk wel checken. Dat getalletje, hoeveel dat hij er op het bord heeft. Als dat groter is dan 0, dan, even kijken, als dat groter is dan 0, nee, als dat gelijk is aan 0, ja, dan moet de gooi een 6 zijn geweest, anders kan die al niks, dan is de beurt voorbij. Ja, laten we die kant op gaan. Dus we krijgen een vergelijking, als die gelijk is aan 0, dan gaan we hier zo meteen de kant op om te kijken. Want dan moet het gewoon een 6 zijn geweest. Ja, ik wilde dit even per se hebben. Omdat ik dan namelijk al deze stiertjes weer bij elkaar kan brengen. Plop, plop. Ja. Oké, netjes bij elkaar. Goed, dus hier gaan we even kijken. Commentaar. Check, turn. En get relevant stats voor dat player / color. Oké. Altijd netjes commentaar, want kijk, nu weet je het nog, nu zit het vers in het geheugen. Maar over 5 minuten al niet meer. Oké. Waarom is mijn muziek uit? Even checken. Oké, ja, ik zei al, dit wordt een lang filmpje. Oké, goed. Hey, ja, dus als deze true is, dan gaan we de 6 kant op. Dan moeten we gaan kijken dat die 6 gegooid heeft. Dus als deze, als hij nog geen pion op het bord heeft, dan moet hij 6 gegooid hebben. Oké, dus laten we even kijken. Ja, even denken. Als hij true is, moet hij 6 gegooid hebben. Dus we hebben nu, ongeacht welke kant we ook opgaan, we hebben de waarde van de dobbelsteen nodig. De waarde van de dobbelsteen, die hebben we nodig. Laten we die hier gaan ophalen. Ja. Even kijken, hadden we de game state nog? Oh nee, die moeten we niet hebben, we moeten de dobbelsteen hebben. Ja, we moeten de dobbelsteen hebben. Ja. Hey. Weet je wat fijn zou zijn? Als die dobbelsteen ons al meteen meegeeft wat er gegooid is. Non de jus, dat zou fijn zijn, hè? Ja, dat zou fijn zijn. Zullen we dat doen? Ja. Oké. Gaan we doen. Ja. Kijk. Want die dobbelsteen,
die, we zitten in de dobbelsteen, die geeft hier, die roept die functie aan. Ik heb de dobbelsteen gegooid, nou, dan, ja, dat is deze waarde. Nou, die kunnen we mee laten geven. We kunnen naar de game mode toe zeggen, even kijken in de event graph hier. We kunnen vragen dat die event een input krijgt. En dat wordt dan dice number. En dat wordt een integer. Ja? Dus nu, kijk, zie je, heeft hij ook erbij gekregen. Hij krijgt een dingetje. Hoe heet het? Een input. Ja. Oké. Okay. Dat betekent dat we ook bij de dice, kijk, daar heeft hij die ook gekregen. Nou, dan kunnen we die lekker doorgeven. Dus we zeggen niet alleen, hey, we hebben gegooid, maar we zeggen ook, ja, en dit hebben we gegooid. Dit was het nummer. Nou, dat scheelt ons een boel gedoe, want die krijgen we meteen binnen. Hartstikke fijn. Kunnen we in de game mode gebruiken. Betekent dus ook wel dat onze functie check throw, waar hebben we hem? Hier. Ja, die willen natuurlijk ook een input hebben. Die wil ook een input hebben. Ja. Doen we. Krijg je ook een input. En noemen we dan dice number. Gewoon lekker hetzelfde. Waarom ook niet? Dice number. Oké. Okay. Moeten we dus wel in de aanroep ook. Laten we meteen de aanroep ook even regelen. Oh. In de event graph hier. Dus disable.throwDice, de volgende actie is dan check throw. Ja, en die geven we dan dat dice nummer gewoon lekker mee. Hop. Ja, dus dat is geregeld. Komt binnen in de event handler en gaat meteen door ook naar die functie. Ja. Dan zijn we hier. Oké, dus hier krijgen we die binnen. Kunnen we die zo meteen gaan ophalen. Moeten we even iets lelijks doen. Wacht, dat betekent dat die zo terug kan. Ja. Dan gaan we hier deze kant op. Hè. En dan gaan we dus hier checken. Dan gaan we de waarde van die dice throw even lelijk hier naartoe. Gaan we zeggen, is die gelijk aan 6? Ja. Ik maak dat even meteen netjes, want dat heb ik straks geen zin meer in. Zo, kijk. Dobbelsteen nummertje gaat lekker mee die kant op. Alright, goed. Nou, dan gaan we dus, hè, die is kant op. Dan krijgen we dus hier weer een nieuwe if. Als die dus gelijk is aan 6. Als die gelijk is aan 6. Als dat waar is. Dan heeft hij dus nog niks op het bord. Wacht, laat ik hem toch even omdraaien. Wacht, want... Nee, goed, dat moeten we eigenlijk sowieso nog een keer checken. Ja, ik zat even te denken. Want er zijn twee situaties waarin die 6 van belang is. Hè. Als ik nog niks op het bord heb, om hem op het bord te zetten... en als ik wel al iets op het bord heb, ja, dan mag ik ook nog steeds een nieuwe. Ja. Hey, ik ga hem toch even wijzigen. Want. Kijk, we gaan deze kant op. Als. Even denken, hoor, want die 6. Dat is een interessante. Kijk, ik zou kunnen zeggen, zolang ik nog pionnen in het huis heb, of in ieder geval nog niet op het bord, en nog niet allemaal in het huis, dan kan ik natuurlijk bij 6 altijd een pion op het bord brengen. Dat zou denk ik een betere zijn. Oké, waar ging ik nou mee?
Nee, mijn joystick is even het freaken. Waarom doet hij dit? Mijn ghost joystick heeft mijn muis overgenomen. Heel apart. Oké. Heel apart. Nee. Waarom doet hij dat nou? Hij krijgt de hele tijd het idee dat hij input krijgt. Nou, goed. Even kijken of dit... Ja, dit is natuurlijk niet werkbaar op deze manier. Oh jee. Oh jee, ja, dit is niet te doen. Oké, wacht. Ik moet heel even mijn joystick uittrekken. God. Kijk, dat is mijn joystick. Ja, uit. Goed, ik heb weer controle over mijn muis. Ja, oké. Ja, het is dat wel zover in het filmpje waren, anders was ik gestopt, maar... Goed. Leuk. Alright. Even denken. Nee, weet je wat? We gaan het gewoon één voor één afhandelen. Dat maakt niet uit. Anders maak ik het onnodig complex. We gaan het gewoon stapje voor stapje. Goed. Heb ik... Ja, alhoewel, is dat zo? Nee, dat is zo. Dat kan. Ja, ik kan het gewoon zo doen. Prima. Misschien dat het efficiënter kan. Het kan efficiënter, maar laten we het gewoon zo afmaken. Als jij door hebt trouwens, hè, wat de efficiëntiestapjes zijn, doe dat vooral. Goed, dus. Ik heb nog niks op het bord. Dat kan een situatie zijn. Dan gaan we kijken of 6 gegooid is. Als je 6 gegooid hebt, dan mag je op het bord. Is dat niet zo, dan is je beurt voorbij. Dan is je beurt voorbij. Oké. Nou, wacht. Ik wil toch heel even kijken. Want volgens mij krijgen we nu heel veel verschillende situaties. Ik wil toch even kijken dat we een kleine efficiëntieslag maken. Oh ja. 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 Oké. Okay. Ik heb even gecheat in het vorige project dat ik gemaakt heb. Weet je wat makkelijker is? Kijk, dit is op zich een gekke vraag. Laten we die gewoon nog even weghalen hier. Laten we eventjes hier naartoe gaan. Zo. Wacht, ik leg zo meteen uit wat ik gedaan heb. Ik moet even zorgen dat mijn verbinding klopt. Zo. Die parkeren we hier eventjes. Mag ik die even weghalen? Die... Allee. Ja, zetten we even weg. Oké. Okay. Goed. Dit is onze eerste check. Dat wat we gegooid hebben, is dat een 6 of niet? Ja. Want dat is makkelijker om als graadmeter te gebruiken. Wat hebben we gegooid en van daaruit kijken we dan wat dan de acties zijn. Goed. Is het een 6? Dan... even kijken. Ja, precies. Is het geen 6? Ik ga zo meteen naar boven, maar ik ga eerst even naar beneden. Dus als het geen 6 is, nou dan weten we, dan hebben we niks te maken met een pion die op het bord komt. Een 6 is eigenlijk het minst goede wat je kunt gooien. Want heb je nog niks op het bord, is je beurt voorbij. Heb je wel wat op het bord? Nou. Fijn, dan mag je gaan moven. Dus hier gaan we nu wel weer dat stukje wat we net weggehaald hebben, gaan we weer toevoegen. We gaan namelijk kijken of die persoon iets op het bord heeft of niet. Ja. Goed, even kijken. Als dus, we gaan de foutkant op, hè, dus als er geen 6 gegooid is, dan gaan we kijken... Heeft die iets op het bord? En dan moet eigenlijk ook deze veranderen, want het maakt niet uit. Als op het bord groter is dan 0,
En dus heb ik één of meerdere op het bord. Nou, dan kunnen we zeggen... enable move pawn. Want dan mag de speler stapjes gaan zetten. Is het false, dan moeten we gaan zeggen change turn. Want dan is jouw beurt voorbij. Nou, dat was makkelijk. Hey. Ja, blij dat ik toch even gespeed heb. Want dit is veel handiger. Goed. Als er dan 6 gegooid is, nou, dan kunnen er eigenlijk ook 2 situaties aan de hand zijn. Namelijk, wacht. Oh, neem ik deze weer eventjes mee. Ctrl-Away. Want dat is ook van belang. Goed, dan gaan we dus even checken. Even kijken. Als deze groter is dan 3, dus 4, dan heb ik geen spelers meer in mijn hokje staan. En kan ik dus gewoonweg niemand meer op het bord zetten. Dus krijgen we aan die kant ook een move pawn. Dus hier gaan we een check doen. If deze waar is, dus heb ik... zijn het aantal pionnen die ik op het bord heb groter dan 3. Dan krijgen we hier ook een heel makkelijke. Enable move pawn. Zo. En als dat false is, ja, dan mag ik op het bord. Want dat betekent namelijk dat ik 6 gegooid heb. En dat ik nog pionnetjes op het bord te zetten heb. Dus dan krijgen we enable, wat was het? Oh. On board. Ja, dus ik heb 4 mogelijke uitkomsten. Eigenlijk 3. In 2 gevallen kan ik mijn pionnetje gaan zetten. Namelijk als ik een 6 gegooid heb, maar verder geen pionnen meer heb die nog op het bord moeten komen. Dan mag ik mijn pionnetje zetten. Of als ik geen 6 gegooid heb, maar wel al pionnen op het bord heb staan. Dan mag ik dat pionnetje ook gaan zetten. Een andere uitkomst is, ik heb een 6 gegooid. En ik heb nog pionnen die ik op het bord kan zetten. Dan mag ik die op het bord zetten. En dus dat kan ik 4 keer doen. Ja, tenzij ik weer geslagen word en dan mag dat ook weer. Of ik heb geen 6 gegooid en ik heb ook nog niks op het bord. Nou, dan ben ik klaar, want dan kan ik niks en verandert de beurt. Ja. Ja, complex hè. Complex dit. Ik had het al een keer bedacht, maar ik moest ook weer heel goed nadenken over hoe dat zat. Maar eigenlijk is dit het. Ja, dus 4 mogelijke richtingen komen uit, afhankelijk van wie de beurt heeft en wat zijn situatie is. Heeft hij al spelers op het bord en wat heeft hij gegooid? Nou, that's it. Even kijken of dat dan ook voor een deel in ieder geval werkt. Ja, laten we gaan kijken in het spel. Green, throw the dice. Ik gooi een 5. Kijk. Dat betekent dus, hij had nog niks op het bord, heeft geen 6 gegooid, dus verandert de beurt. Maar verandert de beurt, dan moet dus ook... hoe heet het? Dan moet dus ook de turn actions weer veranderen naar enable throw dice. Dus dat betekent dat we nog eens even moeten gaan kijken naar onze functie in de game mode change turn. Want, kijk, hier zetten we alleen de beurt om. Maar wat hij dus ook nog moet doen, als de beurt verandert, dan gaat in ieder geval de set, de enable throw dice in actie. Gaan we even kijken hoor. Oké, throw dice. 1. De beurt is veranderd en die mag ook weer dice throw. Kijk, dit gaat goed.
gooi een 3. Nou, we hebben allemaal nog niks op het bord, dus er moet gewoon iemand met een 6 komen. Voordat we hier een andere actie zien, als het goed is. 1. Kan even duren hoor. 6. Ik mag op het bord. Zie je? Bloem mag op het bord. Voor zover werkt dat dus al. Alright. Ja, dus we hebben al gezien, wat werkt is, de beurt die wisselt als ik geen 6 gegooid heb en nog niet op het bord ben. En als ik een 6 gooi, dan checkt die, hey, jij mag iets op het bord zetten, want je hebt nog spelers om op het bord te zetten. Goed, die andere kunnen we nu nog niet checken, want we hebben nog geen acties verder op de pionnen gezet. Dat gaan we ook niet meer in deze video doen, want die is 35 minuten geworden. Bedankt voor het volhouden, dit was een lange. Ik ga hem hier ook stoppen en we gaan in een volgende video door met de andere acties. Alright.